Goedemiddag, het is vandaag weer vrijdag, oftewel weer een nieuw weekje met Widi. Ik ben echt nog nooit zo onvoorbereid geweest. Normaal heb ik altijd alles ver van tevoren af, maar Fedi is 12 uur jarig en ik moet zijn cadeautjes nog inpakken. Ik heb een paar cadeautjes, alleen er is iets mis met één cadeautje. Maar wij gaan zo dus weg, want Fedi heeft een boeking. Zou je denken, wie wil er nou werken op zijn verjaardag? Maar volgens mij vindt Fedi het heel fijn dat hij money kan halen op zijn verjaardag. Ik heb vandaag een topje aan van Motel Rocks. En ik vind hem echt heel leuk. Het is een crop top. Ik heb dus 3 cadeautjes voor meneer. En ik ga de eerste ga ik in de auto geven. De tweede komt morgen. En de derde, daar is dus iets met een hand. Dat hoorde u later wel dan. Vanmiddag heb ik ook even cupcakes gehaald. Ik ga deze nu heel snel inpakken, want ik heb echt nog maar 7 minuten voordat we weggaan. Are you serious? Er zit in ieder geval liefde in. Ik denk dat dat het grootste is wat telt, toch? Hey, bijna jarige, yo. Hola. Hola. Ziet er mooi uit. Jij ook. Het is dus... Haar glad, glad. Ja, maar hoe heet dit? De Felix-lijn? Felix de Cat van... Felix de Cat van Scotch en Soda voor Felix. Scotch. Ja, sorry hoor. Scotch en Soda. Scotch en Soda. Heb je er zin in? Zeker. Vind je het niet erg om op je verjaardag te werken? Wanneer vind ik het erg om... Money te maken, hè? Ik zei dat precies een minuut geleden ook al, dus ik heb gelijk, jongens. Elke keer als ik hier film, is er daar een rode handdoek. Dus nu denkt waarschijnlijk iedereen dat ik wekenlang met dezelfde handdoek... Doe me ook. ...douche. Fuck off, ja, we zijn net zoals iedereen. Gewoon lekker bed niet verschonen. We moeten wel echt ons bed verschonen, ja. Yeah, your body move like an ocean. Girl, you're the one that's in my dreams. You're busy causing commotion. Baby, I'ma put you over and be your only lover, girl. Give you all the rings, diamonds. Lang zal je leven in de gloria, in de gloria. Piep, piep, piep. Hoera, piep, piep. Hoera. Hé, lekker ding. Zo, dat is wel echt zo. Hey, moeten we ook zingen of zo? We hebben allemaal gezongen net, maar we kunnen ook nog een keer doen hoor. Lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria. Nou, hey, om de tijd te maken met concurrentie, jongens. Er zijn overal mensen aan het vloggen. Dit kan niet, hè? Ik wou net zeggen, op mijn vlog mag je ook wel wat blijer doen. Dank je. Goedemorgen jongens, het is vandaag zaterdag. Het is Veetje zijn verjaardag. En ik zal jullie even vertellen wat er nou met het grote cadeautje aan de hand was. Omdat hij dus al heel lang mijn riem steelt, dacht ik, weet je wat, ik hou een mooie riem voor je. Ik heb dan een Gucci riem voor hem besteld, echt 2 weken geleden al. En op de site stond dat die uiterlijk 30 november verzonden zou worden. 30 november heb ik ze gebeld, ik heb ze gemaild. Ik heb ze 1 december gebeld en gemaild. Ik heb ze vandaag gebeld en gemaild. Maar ik krijg elke keer geen gehoor. En ik snap niet hoe een bedrijf als Gucci... dat kan doen. Ik snap het gewoon niet. Mensen bestellen shit omdat ze geen tijd hebben om het te halen. Maar in ieder geval ga ik hem wel zeggen wat er aan de hand is. En wij gaan maandag gaan wij een hapje eten in Amsterdam. Dus desnoods kunnen we dan met z'n tweetjes eventjes langs de PC Hoofdstraat om te kijken of ze hem daar hebben. Ik voel me echt super kut. Ik heb nog Calvin Klein boxers voor hem. En ik heb hem gisteren het luchtje gegeven waar hij heel blij mee was. Maar het echte cadeau is er niet. Dus dat vind ik wel heel kut. Ik heb wat bloemetjes gehaald. Ik heb zijn diarreevoedsel gehaald. En nog meer lekkere dingetjes. Dus ik ga even lekker eten voor maken nu. Dan gaan we gezellig ontbijten met z'n tweetjes. En dan gaan we even zien wat hij gaat zeggen erop.
Gekke tv-freaks gaan alsnog naar de andere tafel om tv te kunnen kijken bij het eten. Heb ik het helemaal neergezet voor saus? This guarantee I never see you. My pressure the high got me down, whoa, whoa. Fee en ik hebben vanmiddag gechilld tot we erbij neerwielen. Het is nu volgens mij bijna 7 uur, dus wij gaan snel naar het restaurant om wat te eten. Fee vanavond weer een boeking. Alleen denk ik niet dat ik dit aanhoud, want ten eerste, dit flapt heel de tijd naar binnen. Terwijl het gewoon zo hoort te zitten. Maar misschien dat ik gewoon deze uitdoe. Als jullie me met deze knot zien, dan betekent het dat ik haast heb. Volgens mij heb ik altijd het knotje in, dus dan weet je een beetje hoe mijn leven gaat. We hadden dus nog niks te drinken besteld. En toen kwam ze met een Jack Daniels cola. En ik weet even niet hoe die heet, maar de cocktail die ik zo lekker vind. Shout out naar Chris. Shout out naar Chris, man. Hij heeft gewoon gebeld en gezegd dat ze dit moeten geven. Shout out naar Chris. Het is maar goed dat je vandaag niet dat shirtje aan hebt, Vee. Ja. Anders was het echt een soort van matchy. Sjaaltje, speciaal sjaaltje van Louis. Oh. Ja. Oh shit. En ik ben dus tot de ontdekking gekomen dankzij Tarik. Mm. Ik dacht dat de cupcakes waren aangebrand, maar er zit gewoon fucking Oreo aan de onderkant. Dat was die harde shit. The boy, them sugar so sweet. Can't give me the eye, cause she can't compete. Every time he come around, yeah, them boy, them get weak. Body so clean, so them like sweet, sweet. But they know me too real. Don't sell a con to them boy, them can't feel. See me a fashion killer. The original gangster. Goedemorgen, jongens. Het is vandaag maandag. Ik zit in de auto onderweg naar school. Ik heb gisteren lekker gewerkt en het was wel echt alvast lekker. Het was wel echt een druk shiftje. En ik mocht niet op mijn eigen stoel werken. Dus een beetje geïrriteerd. Dus ik was natuurlijk gewoon moe van uitgaan. Uitgaan was heel gezellig. Het is wel een leuke afsluiting van deze verjaardag. Maar ja, het is vandaag maandag, dus back to reality. Ik heb dus eerst 2 uur in school. En dan ga ik sporten. Voor het eerst in een maand, denk ik echt. Zo moet je willen. En daarna ga ik lekker met Vee een hapje eten in Amsterdam. En ik heb hem natuurlijk verteld over zijn cadeautje, wat daar wat mee mis is gegaan. Maar hij wil nog niet weten wat het is. En we gaan vandaag even langs de Gucci store om te kijken of ze hem daar hebben. Ik hoop dat ze de riemen hebben en ik ga wel echt een klacht indienen. Want ik heb nog steeds niks gehoord. Echt heel, heel slecht. Worst klantenservice ever. Als jullie mee kunnen helpen. Nou, 2 grafstappen in de les. Wouter, ik ga vandaag sporten. Ben je niet kapot trots? Ja, echt. Vermoeiend. Heel erg trots. Kijk echt naar de gesprekken die ze inzet. Alisa, fijn dat je gekomen bent. Het gesprek. 10 minuten wel. Ingepland. Jongens, ik heb net gewoon fucking gesport. Voor het eerst in een maand. Ik ben echt trots op mezelf dat ik gewoon ben gegaan. Het is nu 4:10 en ik moet eigenlijk 4 uur weg. Want ik heb om 5 uur afgesproken met Vee. Dus ik ga me veel snel klaarmaken. Wij hebben trouwens nieuwe lichtjes gekregen. Echt super chill, want dan kan ik gewoon hier lekker aan mijn huiswerk zitten. En we gaan in januari gaan we de blauwe kozijnen gaan we wit verven. Daar heb ik ook heel veel zin in. Nou, ik zit weer in de auto. En zoals jullie zien had ik geen tijd voor make-up. Maar ja, fuck it dan ook. Kan niet wachten om te eten, want ik heb geen tijd meer gehad om na het sporten te eten. En I'm starving. Nu maar snel naar Vee. Voordat die winkel dicht gaat. Hey, lekker ding. Heb je zin om je cadeautje te halen? Ja, dan gaan we naar de pc. Oh god, what would it be? Heel spannend. Dus bij mijn cadeautje had ik een briefje. Dus dat ga ik even bijpakken. Op een gegeven moment zeg ik wel stop waar de meneer moet stoppen. Ja, vind je het spannend? Hé, je mag stoppen! Je moet even lezen. Ik had hem al besteld. Je hebt nu een zilver, hè? Oh, mijn god. Maar ik had een gouden voor je besteld. Dus we gaan even een gouden riem halen. Oh, mijn god. You better. Wat ga je doen, sorry? Ik ga zo een auto zien lopen. Hij is zo blij dat hij hem nu om wil doen. Ik wil even wennen aan de Gucci. Aan de Gucci lifestyle. De Gucci way. Ja, zit hij goed? Huppa, kijk yeah. Eens aan, hoor. Deze dicht doen net alsof we nog iets hebben gekocht. Ja, outfits toch. Goedenavond jongens, het is vandaag donderdag. Ik heb dit intro denk ik 6 keer opnieuw opgenomen, omdat het elke keer een beetje kut was. Goedenavond jongens, het is vandaag donderdag. Jezus, wat donker.
Goedemorgen, het is vandaag. Geluid op de tv, maar ook zachter. Oh my god! Goedemorgen jongens, het is geen morgen, het is avond. Ik heb gisteren mijn takkie met Willy online gezet en ik heb zoveel lieve reacties ontvangen. Zowel onder de video als in persoonlijke berichtjes. En ik wil jullie even bedanken en waarderen, want jullie steken er toch tijd in om mij even positieve feedback te geven. Dat vind ik wel echt een duimpje omhoog waard. Dus dankjewel, heel veel liefde en ik waardeer het echt enorm. Ik ben excited voor 2018, wat voor moois dat jaar gaat brengen. Nu is het net alsof ik dit jaar afsluit, maar ik heb nog heel wat video's te gaan dit jaar, dus laat ik maar stoppen met praten nu en verder gaan met mijn huiswerk en eten en het hierbij afsluiten. Ik zie jullie in vlog nummer 14.